Willeke Vindelaar, jij bent de gast vanavond op de 10e Herman Höftenlezing. Hoe bevalt dat? Nou, allereerst vond ik het echt heel eervol om deze 10e editie de lezing te mogen verzorgen. En ik heb me vanavond ook echt laten inspireren door Herman Höften. Prachtig mens, die het nooit over zichzelf liet gaan, maar altijd over andere mensen en onrecht bestreed. En voor mij is dat echt de inspiratiebron als nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Volgens mij zit er één VVD'er in de zaal, klopt dat? Die gaan we er straks symbolisch omarmen, maar vooral om te laten zien dat we dat niet meer willen. Ja, nou, je komt straks persoonlijk doen. Dat lijkt me een goed idee. Er is straks geen VVD meer te bekennen. En het opschuiven naar het radicale midden. En nou, vanavond we gingen samen eten. En jij zei, mijn vader die vond wel dat het wat radicaler links mocht. Nou, straks meer daarover. Maar al dat negatieve heb ik eruit gegooid. Er zijn zoveel boeken geschreven. Er zijn zoveel analyses gemaakt. We maken het zelf. We hebben een jaar lang van rouwverwerking achter de rug. En er wordt tijd ook weer om vooruit te kijken. En dat is waarom ik voorzitter wilde worden. Omdat ik met die positieve energie en met die inzet me voor onze prachtige mooie partij, voor de sociaaldemocratie en voor al die mensen wil. En daarom heet mijn toespraak vanavond Positief Voorwaarts. Stel jezelf de simpele vraag. Werk ik mee aan een betere positie van al die mensen die ik heb gesproken? En wat ons lokaal inspireert, mag de leidraad worden voor wat we landelijk en in Europa doen. Al die verhalen van al die mensen. Voor en naast mensen gaan staan. Zien hoe het werkt. Benoemen wat we nodig hebben. En al die emoties recht in de ogen aankijken. Om zo gezamenlijk die mooie vuist van ons te maken. En lieve mensen, als we ons steeds opnieuw laten inspireren door Herman, dan staan we naast mensen voor wie we opkomen. Dan zijn we volhardend en vechten we tegen onrecht en ongelijkheid op de hoek van de straat. Met geloof in mensen en in een betere toekomst. Positief voorwaarts en nooit vergeten. Dank jullie wel. Nou, ik kan zeggen dat ik een behoorlijke vuurdoop heb gehad. Ik heb allereerst heel veel afdelingen bezocht ook. Dus overal in het land kom ik. Ga ik met de trein of ik scheur met mijn kleine rode autootje ergens naartoe waar geen trein stopt. Ik heb ook gemerkt wat het is om een crisis in de Partij van de Arbeid te hebben. En hoe dan in dit geval soms wekenlang ook de partij vechtend met elkaar in de krant verschijnt. Dat was misschien wel de reden waarom ik voorzitter wilde worden. Omdat ik dat niet meer wilde. En ik was er helemaal onderdeel van. Maar goed, 115 dagen. Ik hoop er echt nog heel veel dagen vast te plakken. En daar met elkaar echt een andere cultuur van te maken ook. Waarin we niet alleen liever voor elkaar zijn, maar ons echt richten op de dingen die heel erg noodzakelijk zijn.